Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Zoals iedereen inmiddels wel gehoord heeft, krijgen we te maken met zeer warm weer. Zomerweer met tropische temperaturen. En vandaag gaan we even wat dieper in op het hoe en waarom. Er ligt een hoge drukgebied boven Frankrijk op dit moment. Dat zorgt ervoor dat het in Frankrijk, maar vooral ook in Spanje, al zeer warm is. Hoge temperaturen. In Spanje al een paar dagen rond of boven de 40 graden. En ook in Frankrijk begint het geleidelijk warmer te worden. Wat we op deze kaart zien is niet alleen de luchtdruk aan de grond, maar ook de wind op grote hoogte, de zogenaamde straalstroom. En die zien we een behoorlijke kronkel maken naar het zuiden en dan weer naar het noorden en buigt dan af die kant op. En dat is eigenlijk de motor van de lage drukgebieden. Want hier ligt een lage drukgebied op de oceaan en die volgt min of meer de route van de straalstroom. En als de straalstroom zich gaat verplaatsen, dan zie je ook geleidelijk dat het lage drukgebied zich daarmee verplaatst. Kijken we naar onze omgeving, dan zien we dat de straalstroom dus verder van ons vandaan gaat liggen. Dat het hoge drukgebied zich van Frankrijk naar onze omgeving verplaatst. En dat lage drukgebieden eigenlijk geen kans meer krijgen om bij ons te komen. De luchtdruk stijgt boven Centraal-Europa en de wind wordt zuidelijk. En daarmee krijgen we een aanvoer van hele warme lucht. Want die straalstroom, ja, die strekt zich dus ongeveer hieruit. Duikt dan helemaal naar Scandinavië. En bij ons komen de slechtweergebieden dan niet. Wat wel bij ons komt, is een aanvoer van warme lucht vanuit het zuiden. En dat zo richting Nederland. En die warme lucht, die is behoorlijk droog in eerste instantie. Pas donderdag later op de dag lekt er wat vochtige lucht het land binnen. Dan neemt de kans op een onweersbui weer toe. Doordat het hoogdrukgebied naar het zuiden van Scandinavië trekt en wij die zuidelijke wind krijgen, zien we ook de warme lucht onze kant op komen. Zoals gezegd, vandaag werd het in Spanje al meer dan 40 graden. En als we naar de maxima van morgen kijken, dan zien we dat het flink warm is in het zuidwesten van Frankrijk ook. Ook daar is lokaal 40 graden mogelijk. En bij ons komt de tong van de 25 graden het land in. Kijken we nog wat verder vooruit naar de woensdag. Nou, dan zien we de boel eerst weer een klein beetje afkoelen 's nachts, om dan woensdag overdag flink op te warmen en dan komt zelfs de 30 graden grens bij ons. En dan nog even naar de donderdag. Nee, zover gaat hij niet. Maar het getal is ook interessant, want de nacht naar donderdag die wordt zeer warm. Om middernacht is het 24 graden en uiteindelijk wordt het zo'n 20 tot 25 graden in de steden. Vandaar ook dat het hitteplan in werking is getreden, want die geldt niet alleen voor de maxima, maar ook voor de minima. Als het niet meer afkoelt, dan voelen we ons toch behoorlijk onprettig. Nu nog wolkenvelden vanuit het westen. Nou, die gaan later vandaag geleidelijk oplossen. En dan gaan we morgen onze blik op Frankrijk richten. En daar komt dan drogere lucht aan. En daardoor krijgen we met veel zonneschijn te maken. Temperaturen komen de nacht zo tussen de 10 en de 13 graden. Brede opklaringen. Niets aan de hand. De wind neemt af. En morgen dan volop zonneschijn. 23 graden in Groningen. Rond de 20 graden trouwens op de Waddeneilanden. Maar in het midden en vooral in het zuiden begint de binnenstromende warme lucht duidelijk te worden. 25 tot 27 graden. Lokaal is 28 graden mogelijk. Woensdag ook volop zon. Ook dan temperaturen van 28 tot 33 graden. Donderdag nog warmer. 34 graden heb ik staan in het midden van het land. Maar misschien wordt het lokaal zelfs wel 35 graden. Eerst weer volop zon. In de loop van de middag en avond vanuit het zuidwesten dus kans op een enkele onweersbui. Verwacht geen noodweer op uitgebreide schaal. Maar die enkele onweersbui kan wel pittig zijn. Vrijdag trekken die buien dan snel weg. En dan is het later op de dag weer droog en vrij zonnig. En ook dan wordt het waarschijnlijk tropisch warm. En hoe lang houden we die hitte dan nog? Nou, je ziet de staven snel omhoog schieten. Meer dan 25 graden zien we bovenaan. Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag grote zekerheid. En ook daarna zijn er nog behoorlijke kansen op zomerse dagen. Onderaan zien we de kans op tropische dagen. En dan springen de donderdag en de zaterdag er vooral uit. Dan dus zeker zeer warm weer. En op de andere dagen is de kans op 30 graden toch iets kleiner. Maar goed, al met al dus een zeer zomerse week tegemoet. Ik hoop dat u ervan kunt genieten. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.